Nou ja, wij zijn niet op voorhand direct enthousiast. Wij zien de Floriade ontwikkelen. We denken dat de Floriade in zijn huidige vorm al een heel erg mooi evenement is. Dus wij staan niet direct te springen om geld beschikbaar te stellen. Uitsluiten doet u het ook niet? We sluiten het niet bij voorbaat uit, maar we zijn uiteraard zeer kritisch. Omdat er al heel veel geld naar de Floriade toe is gegaan. Is er een Flevolands belang bij de Zeker. Floriade? Ja, de Floriade wordt gehouden in Almere, maar heeft natuurlijk een uitstraling op heel Flevoland. Daarom is het hier in de Staten ook meerdere keren behandeld. Daarom heeft de provincie ook geld beschikbaar gesteld. Dus er is zeker een Flevolands belang. En als we een succesvolle Floriade hebben, waar ik vanuit ga, dan heeft heel Flevoland daar wat aan. Ja. U wilt graag eerst die uitleg hebben. En wat is een goed verhaal waarmee een gedeputeerde kan komen? Is dat corona of is dat niet alleen waar u naar kijkt? Nou ja, we kijken naar verschillende aspecten. Wij zien natuurlijk ook de gevolgen van corona. Maar de vraag is of dat dan een verantwoordelijkheid van de provincie is om dat op te lossen. Nogmaals, ja, we moeten inhoudelijke onderbouwing afwachten. We weten niet waarvoor het geld direct nodig is en we weten ook niet wat dan het rendement daarvan is. Dus ja, daar wachten we gewoon op voordat we onze positie bepalen. En bij deze roepen we ook nogmaals het college op om snel met die informatie te komen. Ja, want eigenlijk die frustratie proef ik wel, dat u het via de media allemaal moet horen. Nou ja, dat is natuurlijk zeer ongelukkig. Uiteindelijk hebben de staten het budgetrecht. Dus als er geld beschikbaar gesteld moet worden, dan moet dat langs de staten. En dan is het heel erg ongelukkig dat juist de staten het via de media moeten vernemen. Nee, dus eigenlijk een oproep aan uw gedeputeerde hier. Kom met Zeker. Die informatie. Ja, aan het hele college. Want ik denk dat dit een zeer belangrijk onderwerp is voor Flevoland en voor Almere. En daar willen we graag een gewogen afweging kunnen maken. En dat kan alleen als je goede informatie hebt.